Het is zondagmiddag, buiten staat Klaas-Jan Samplonius en wie nog meer voor de Gallery Ben wint. Er zijn wat lafaards die buiten blijven zitten omdat het binnen toch wel een beetje warm is en er binnen niet gerookt mag worden. Maar hier staat met het boek in de hand Ellen Wint, want dat is de trotse eigenares van Gallery Ben Wint. Een helaas overleden collega-fotograaf, out of the ordinary fotograaf. Nou, en dat kunnen we zien, Ellen, aan het boek wat jij hebt samengesteld met de hulp van vele vrienden, kunnen we wel zeggen. Laten we eerst maar eens even kijken. Nou, even, ja, dat is wit, dat is ontzettend wit. Kijk, nee, oh, kijk. Dit is nou zo'n typische Ben Wint, die iets ziet en dan misschien iets in elkaar steekt. Van jongens, gaan jullie nou zo liggen? Kijk, dit is natuurlijk ook weer van de image van een strand. En dat was het ook. Het is het stadstrand in Rotterdam. Met toen de tijd, zalige nagedachtenis. Maar kijk, dat zie je aan de Erasmusbrug. Maar het zou ook ergens in Honolulu kunnen zijn. Ellen, nou denk ik, het is ontzettend moeilijk om een selectie te maken van dat werk. Ja, kun je daar iets over zeggen? Ja, dat nachtwerk. Ja. Ja, dat is heel moeilijk. Gelukkig ben ik geholpen door bevriend vormgever Ronald Schuitelkamp, die ook bijgedragen heeft aan het boek. En hebben wij dagenlang achter de computer gezeten en in de negatieve gebladerd. Nou weten we dat journalistiek, dat weggooien is, hè? Van dingen doen en met pijn in je hart, kill your darling, zeggen ze dan. Hoe is dat bij jou gegaan? Ja, het was elke dag, het was heel emotioneel natuurlijk om dingen van Ben weer terug te zien, maar het is ook een stukje verwerking. Ja. Als je ongeveer 8 uur bezig bent achter de computer om werk van Ben te bekijken en dan thuis komt, dan ben je afgedraaid. Ja. Want er komen zoveel emoties voorbij en dat is een goede manier van verwerking. Ja. Wie, behalve Ronald, die jou heeft geholpen, zijn er nog wat types geweest, hè? Ja, die, er zijn om je heen hebben gestaan. Ja, er zijn ontzettend veel geweest. En weet je, nou vind ik het zo moeilijk. Als ik één iemand noem, dan sla ik anderen over. En dat doen we niet. Dat doen we niet. En god, Johnny, jij weet, je hebt het vertaald. En dat heb je prachtig gedaan. En Jeanette Smit, die heeft een beetje de PR gedaan. Jan-Karel Dieke heeft mij vanaf het begin af aan gesteund om dit project te gaan doen. Dus ik noem er nou 3, maar ik vergeet er ongetwijfeld een heleboel. Nou, dus laten we nou in gedachten, in de gedachten alle mensen laten we benoemen. Dat doen. Ja. En de goede verstaander heeft maar een half woord nodig, enzovoort. En laten we nog heel even door dat boek bladeren. Ja, dat doen we nog eventjes. Kijk. Nou, Ben is bekend als een havenfotograaf, hè? Maar toch zitten er ook dingen. Kijk, dit is natuurlijk bijna abstract wordt dit, hè? Ja, het is natuurlijk grappig. Het zijn allemaal werkzaamheden binnen de haven. En het leuke is ook leuk dat je zo'n vrouwtje met zijn staart ziet. Ja. Dat is weer een beetje het bijzondere ervan. Nou, dit is natuurlijk helemaal geweldig. Ja, dat zie je bij mij vanuit het raam. Dus juist. Dat is van huis uit gemaakt. Nou, dit is de humor die Ben altijd had, toch wel, in zijn foto's. Het heeft allemaal met vrije tijd en met zon te maken, maar ook met de haven. Ja, dit zijn natuurlijk om even te laten zien dat je dus ook fish-eye opnames kunt maken. Ja, om er een beetje diversiteit aan te geven. Ja, nou, en dit is de humor van Ben. Die hond is geweldig ook, ja, hè? En deze hond ook. En ik vind dit ook prachtig. Dit is inderdaad fantastisch. Dat is dus echt de humor. En dit is ook weer, kijk, dan zie je al die buizen hier en dan heeft die man ook nog een sigaar in zijn mond. Ja, geweldig! Dat is ook weer iets wat Ben dan ziet. En als je het eerste keer bekijkt, dan valt dat niet op. Dus het boek blijft leuk om te bekijken. Dus koop dat boek? Ja, ik zou zeggen koop het boek, maar dat zou je altijd voor je eigen boek zeggen. Ja, maar ik denk dat dit een boek is dat in elke boekenkast moet staan van een Rotterdammer, zou ik bijna roepen. Ja, dat denk maar ik ook. Wat denk je nog meer? Waar moet het nog meer in? Nou, nee, het moet sowieso in iedere boekenkast staan. Maar ik vind het ook een, god, geef eens wat anders dan een fles wijn voor een verjaardag. Hè? Dat lijkt mij goed. Die drinken we zelf al op. Ja.